Het komt erop aan telkens weer de unieke ochtend van de lente in je leven niet te rateren. Dat is een zin van Vladimir Jankélévitch, de geliefde Franse moraalfilosoof van Ronald Kommers. Ronald Kommers woont in Antwerpen en publiceerde een aantal boeken over wijsgerige ethiek. Onlangs nam hij afscheid van een meer dan 40-jarige loopbaan in het universitair onderwijs. Tijd voor een gesprek met Piet Pirijns. Jeugd die niet voorbij gaat is de tamelijk opmerkelijke titel van een boek dat verscheen ter gelegenheid van de pensionering. Emeritaat moet je zeggen bij een hoogleraar van Ronald Kommers. Meneer Kommers, die titel lijkt te suggereren dat u denkt dat u eeuwig jong blijft. Ja, dat laatste is natuurlijk niet zo, dat kunt u ook zien. Dus ik ben niet eeuwig jong en ik geloof ook niet dat ik eeuwig jong blijf. Maar als het gaat om begeestering, zingeving van wereld, begeesterd worden door mensen, door situaties, door de wereld. En als het gaat om de zingeving van mens en wereld, dan is er iets wat nooit sterft. Dat is het denken over. En dat is de betekenis van jeugd die niet voorbij gaat. In je aangesproken worden door de wereld, in je de uitnodiging die je ontvangt om antwoord te geven aan anderen, aan jonge mensen, aan oudere mensen, daarin blijf je eeuwig jong. Dus kan ik mij voorstellen, ik heb ook mooie voorbeelden van mensen die ik erg heb bewonderd. Ik denk aan een interview met György Zsolti, de grote Hongaarse dirigent. En die was 90 jaar en dan dacht ik, zoals die man praat, dat is. Maar dan was hij aan het praten over de wereld, over zijn relaties met muzici, over zijn relatie met muziek. Ja, daar zit geen sleet op. Bedoelt u met die titel ook van ik ben eigenlijk mijn idealen van mijn jeugd trouw gebleven? Zit dat er ook achter? Zeker. Dat is inderdaad het geval. Dus ik heb natuurlijk zelf geparticipeerd aan politieke beweging. Ik heb 68 niet meegemaakt, laat ik dat eerst. Want ik deed toen trouw mijn legerdienst. Ik diende het land. Ik verdedigde het bedreigde Westen tegen dus het communistisch blok. Want ik zat ergens aan een grens met Oost-Duitsland voor die legerdienst. En dus ik heb van 68 niks meegemaakt, want er was zelfs geen radio. Ik heb alleen maar eens eventjes een bericht gehoord dat Robert Kennedy was doodgeschoten. Dat is ongeveer het enige wat ik heb opgevangen. Maar natuurlijk daarvoor, in de periode voor 68, in de studententijd en ook daarna, heb ik wel geparticipeerd aan politieke bewegingen. U was de linkerzijde tegen de trotskistische beweging. Ja, ik was op een bepaald moment lid van een trotskistische beweging, maar ik werd het wel beu na verloop van tijd om voortdurend de aankondiging te krijgen dat de wereldrevolutie weer voor de deur stond. Maar daar was Mandel heel sterk in, hè? Ja, precies. De wereldrevolutie, ik hoorde hem nog zeggen, zal volgend jaar. En dat was ik na verloop van tijd kotsbeu. Want dan dacht ik, kijk, dit is natuurlijk mythisch. Dat kan niet, hè? En dan bovendien dat je voortdurend moet gemobiliseerd. Er waren mensen in die beweging die van mening waren dat je dus elke ochtend als je opstond klaar moest staan. Dat je een broodpakketje moest mee hebben, want het kon dan gebeuren. En dan moest je erop uittrekken om dus de massa's aan te vuren en te leiden. Dit was een knotsgek. Dat de voorhoedepartij, ja. Ja. Ja.
Natuurlijk, er was een ander deel, de economische bijdrage van Ernest Mandel, die is subliem geweest. Hè. Vandaag zou hij natuurlijk heel veel voer hebben om zijn kritiek te hernemen. De financialisering van de wereld, al deze thema's waren al aangekondigd. Dus in die zin was hij natuurlijk impressionant. Dat zijn dingen die ik niet heb afgelegd, dus daarin hebt u gelijk. Dat is een jeugd die niet voorbij gaat, omdat... Ja, voortdurend valt er nog wat te realiseren. Hè? Dus voornamelijk in verzet tegen het schandaal van grootkapitaal en het schandaal van het internationale financiewezen. Waarom is het belangrijk de maatschappij radicaal en globaal te veranderen? Niet alleen om betere verhoudingen te kennen dan die we vandaag hebben, niet alleen dus om redenen van meer rationaliteit, meer rechtvaardigheid, meer broederlijkheid, maar omdat... het voortwoekeren van een ten dode opgeschreven maatschappij en geweldige gevaren met zich meebrengt. Marx, om hem nog tegelijkertijd te noteert u in uw boek ergens: met ons optimisme over een stralende toekomst waren wij ongetwijfeld de meest lachwekkende generatie van de gekwelde 20e eeuw. Ik ontleen dat aan Paul Verbraeken, die een goede vriend van me was. Een kameraad. Trotskistische voorman. Een trotskist. Hij is wat later dan ik zelf natuurlijk weggevallen. Want uiteindelijk zijn al die mensen uit die organisatie Maar bent u het daarmee eens? Was het een lachwekkende generatie? Hij bedoelde dat ironiserend natuurlijk. Hè. We zijn lachwekkend geweest omdat we zoveel dingen dachten te kunnen realiseren. En daar is heel weinig van uitgekomen. En we zijn natuurlijk ook te weinig ontvankelijk geweest voor de signalen... om die dingen te doen waar we werkelijk hadden kunnen ingrijpen. Dat is niet gebeurd. Die hele beweging, ik bedoel dan dat trotskisme. Hè? Dus dat trotskisme dat draaide er eigenlijk op uit om altijd maar gelijk te hebben, theoretisch. En de praktische invloed is dan redelijk gering geweest. Behalve als het over individuen gaat. Die hebben wel een rol gespeeld. Maar dat was zo overtrokken. En in die zin had hij wel gelijk om te zeggen... we zijn lachwekkend daarin geweest. We waren eigenlijk een beetje belachelijk. Met dat... Wij hebben altijd het gelijk aan onze kant. Dat was een kenmerk. De bedweterigheid van trotskisten was immens groot. En ons groot voorbeeld, de goeroe van die tijd, namelijk Ernest Mandel, was een schoolvoorbeeld. Hè. Niemand kon het beter. Hij had altijd gelijk. Wanneer wij de geschiedenis bekijken sinds de Eerste Wereldoorlog, dan zullen we zien dat elke werkende klasse in het Westen periodisch, om de 10 jaar of om de 8 jaar of om de 12 jaar, geweldige directe rechtstreekse acties heeft ontketend. Op een andere plek in dat boek zeg je dan, we hadden de strijd al 100 jaar verloren, maar dat wilde niet tot ons doordringen. Heb ik dat geschreven? Dat zal wel. Ja, absoluut. Misschien bedoel ik daar dan mee. Ik kom zelf uit een socialistische familie. Sociaal-democraten, een proletarische familie uit Antwerpen. En dan heeft meegespeeld de kritiek op sociaal-democratie. Ik denk, zou dat in het kader geweest zijn van mijn appreciatie van Rosa Luxemburg, wanneer ik zeg... Ja, de sociaaldemocratie, dat was al in 1914. Een stinkend lijk, ja. Is een stinkend lijk. Omdat die sociaaldemocratie, dat is het grote moment in Europa geweest, dat die sociaaldemocratie die oorlogswetten stemt. En dat zowel aan de Franse kant als aan de Duitse kant men instemt met de Eerste Wereldoorlog. Daarmee is de put gegraven van het arbeidersinternationalisme, zoals het geproclameerd was in die socialistische beweging. Volgens mij is het grote keerpunt voor Europa dus precies deze periode 14-18 geweest. En hoe is dat vandaag? Is dat stinkend lijk nog tot leven te brengen? Als het over de sociaaldemocratie gaat, dan heb ik weinig hoop. Maar er is natuurlijk wel verzet. Maar de krachtsverhoudingen, en dat is dan een typisch woord uit die periode, de krachtsverhoudingen, die liggen wel bijzonder, bijzonder slecht. We hebben de bankiers aan de macht. Wie had zich dat ooit kunnen voorstellen? De hele wereld wordt op dit moment, en zeker Europa, wordt beheerst door bankiers die allemaal hun handen verbrand hebben aan het financiële schandaal van voor 2008 tot nu.
Dat is merkwaardig. Dus in die zin kun je wel pessimist zijn. Want aan de andere kant is er natuurlijk wel... is er verzet? Is er een organisatie? Maar dus het ligt op wereldvlak niet zo gunstig. Wat betreft de politieke organisatie... ik zie eigenlijk geen bundeling van krachten... zoals dat ooit in de 19e eeuw vooropgesteld werd. Dus arbeiders aller landen, verenigt u. De grote internationale, daar zie je niks van. Je ziet dat ook niet in verband met de syndicale bewegingen... op wereldvlak, dat is totaal afwezig. Jeugd die niet voorbij gaat, dat brengt ons bijna bij het cliché van Winston Churchill. Wie jong is en rechts heeft geen hart. Wie oud is en links geen verstand. Mm-hmm. Het is natuurlijk typisch dualistisch denken. Ik weet niet of dat karakteristiek was voor Winston Churchill in het algemeen. Het is wel een beetje karakteristiek voor onze cultuur. Dat men in extremen denkt. Men is goed of men is kwaad. Men is wit of men is zwart. En ook hier is de tegenstelling veel te brutaal. Ik heb in mijn loopbaan, in mijn autodidacte loopbaan... want ik heb veel meer geleerd autodidact dan wat ik op de scholen heb geleerd... heb ik veel gehad aan Ernst Bloch, de marxistische filosoof, als je dat zo wil noemen. Duitse, Joodse filosoof. En hij heeft die twee stromen aangeduid. De koude stroom en de warmtestroom. In de beoordeling en de analyse van maatschappelijke fenomenen en wat er in de wereld gebeurt. En het kenmerkende voor Bloch, en ik ben het met hem eens... en dus ben het oneens met Winston Churchill... is dat die twee moeten samengaan. Dat je dus een overlapping hebt van die warmtestroom en de koude stroom. De koude stroom is verstand hebben en cool en nuchter en schrander analyseren. De warmtestroom is je openstellen, de je hart laten spreken, je solidariteit. Of als ik met mijn goede collega en man die ik bewonder, Roger Burggraven, mag spreken... De katholieke moraaltheoloog, dan zou ik zeggen... de barmhartigheid, dat is de warmtestroom. Maar die twee zijn niet tegenstrijdig, die overlappen elkaar voortdurend. Dus je, vanuit het hart ga je je verstand gebruiken. En door het verstand ga je dus kunnen ontdekken... wat je hart kan voelen en zou moeten voelen. Dus ik zie daar... ik ben het niet eens met die dualistische redenering. De Boekentoren op de Blandijnberg in Gent. Hier is de vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap gevestigd. Als gewoon hoogleraar doseerde Ronald Kommers vakken over de geschiedenis van de filosofie en de ethiek. Tussen 1982 en 2011 publiceerde hij 9 boeken als auteur en 4 werken als co-auteur. Jarenlang werkte hij samen met de filosofen Jaap Kruithof en Leo Apostel. De universiteit, u heeft daar 40 jaar van uw leven doorgebracht. Hoe is die universiteit veranderd in die jaren? Oh, drastisch, hè? En zelfs dramatisch. Dat wil zeggen dat de universiteit helemaal... vandaag op de leest geschoeid wordt van bedrijfsleven, assessments, competitiviteit. Dat zijn al de nieuwe woorden. Waar we in de wereld van Plato en van wat daar nog van overbleef... in onze klassieke vorming spraken over moed en over mannenflinkheid. Zo heeft Xavier de Winne... de arete vertaald, geloof ik, in de Plato-vertaling van de Nederlandse boekhandel. Daar spreken we nu over competentie.
over assertiviteit, over performant gedrag. En dat zijn allemaal dingen die ingevoerd geworden zijn in universiteiten. En dat is schoksgewijze gebeurd. Uiteindelijk de laatste 10 jaar versneld. Dus vandaag ben je een goede academicus als je met 3 of 4 andere collega's een artikel van 4 of 5 bladzijden publiceert in een top tijdschrift. Engelstalig. Hè? Ja, Engelstalig natuurlijk. Hè? Mm-hmm. Wat men dan een toptijdschrift noemt. Ik ga niet beweren dat er geen toptijdschriften zijn, maar alsof dit natuurlijk het bewijs is van ja, verstand, van onderzoek, van breedheid. Dus een man, ik heb als student les gehad van Herman Uitersprot. Dat was geen kleine. De Kafka-studies, de Paul van Ostaai-studies enzovoort. Het was impressionant om van Herman Uitersprot les te krijgen. Want je maakte bij elk college dat hij gaf een reis door de hele wereldliteratuur. Hij begon bij de Vaganten, hij ging over naar Rilke, hij ging naar Paul van Ostaai, kwam dan weer uit bij de Nouveau Roman en dan weer terug. U bedoelt, zo maken ze niet meer. Zo maken we ze niet meer. Dat mag ook niet. Want je moet natuurlijk heel specialistisch op een klein detail kunnen scoren. En dit is in de long run, denk ik, natuurlijk vernietigend voor intellect. Nu, er zullen wel tegenbewegingen zijn, maar ik heb het geluk gehad dat ik zelf nog heb kunnen leven als generalist. Dat werd ook een verwijt op een bepaald moment. Ja, maar u bent een generalist en u maakt vele verbanden en u bent op vele terreinen werkzaam. Wanneer ik vandaag als jonge mens de kans zou krijgen om aan een universiteit te beginnen, dan moet ik het helemaal anders aanpakken. Of ik moet heel schizoïet gaan leven. Namelijk toch nog het brede intellectuele gaan koesteren, maar ook proberen te scoren in het kader van deze competitieve visie op universiteiten en op onderzoek. Maakte deel uit van de vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap. Het beeld dat uit uw boek naar voren komt, is dat van een slangenkuil. Een krabbemand. U heeft het op een bepaald moment in een brief aan Leo Apostel over de blandijnduivel die van u allen bezit heeft genomen. De Blandijn is de plek waar de universiteit is in Gent, zeg ja. Ik er even bij. Blandijn is het hoogste punt in Gent. Hè? Dus ja. Dat is de tempel der wijsheid. De Boekentoren, ja. Ja. Ja, die staat nog een beetje hoger, maar toch de Blandijn. Dus dat, ja, het is waarschijnlijk aan alle universiteiten wel zo. Dat kan ik mij voorstellen. Ik heb ook de VUB gekend, was ook een krabbemand. Maar misschien spreekt daar een ontgoocheling uit van iemand die natuurlijk in een jonge afdeling begonnen is. Leo Apostel en Kruithof, maar vooral Apostel was de denker. Die hebben een afdeling gecreëerd. Die hebben een nieuwe wijsgierige traditie willen vestigen. En dat was heel hoopvol. Er was ook een nieuwe afdeling aan verbonden, die moraalwetenschap. En ik ben natuurlijk gaandeweg ontgoocheld geraakt over wat het resultaat was. Want de interne veten en de meningsverschillen op wijsgerig vlak en dus ook op wereldbeschouwelijk vlak, die begonnen zo te domineren dat het niet meer aanleiding gaf tot open dialoog, tot conversatie. Je mag natuurlijk van mening verschillen, dat is de essentie. Dat je niet eens bent, want als we allemaal eens zijn, ja, dan gaan we vissen. Of dan gaan we bloemetjes plukken, dan valt er niks meer te doen. In Gent was er een traditie gevestigd in die krabbemand, zoals je het noemt, in Blandijnberg, van ja, elkaar eigenlijk afmaken. En dat was dus intellectueel ontgoochelend. Je werd dan ook ingedeeld in kampen. Dus ofwel was je van die hoek, ofwel was je van een andere hoek. Hoekse en kabeljauwse twisten. Ja, zoiets. Ja. En als je dan probeerde verbindingsfiguur te zijn en te zeggen, ja, ik begrijp wel waarom. Nou, nee, dan was je een onnozelaar.
Ik hoor het mijn toenmalige baas nog zeggen. Ja, maar je bent veel te grijs. Ja, nou ja, Kruithof. Ja, Kruithof. Ja, ik was natuurlijk wel van wit-zwart. Ofwel was je bij de goede, ofwel was je bij de slechte. En dan dacht ik altijd, ja, waarom zou nou nuance niet mogen? Waarom zou je nou niet mogen zeggen, ik twijfel daar nog aan. Het resultaat was dat het was niet meer open. De kansen, die bleven liggen. Van een open dialoog tot Apostel was er door ontgoocheld uiteindelijk. Ja, trok zich terug op zijn burcht. En ja, dat was een vervelende situatie. Zo heb ik dat inderdaad aangevoeld. Nou goed, het was niet allemaal negatief. Er waren ook wel... Nee, maar er werd flink gescholden. Hè? U publiceert een aantal brieven. Ja, die zijn niet vriendelijk altijd. Nee. Brieven van u aan Apostel, aan Kruid of omgekeerd. Maar dat was nog in de, laten we zeggen, mijn groep. Mijn cirkel, ik had een heel goede relatie met Leo Apostel. En een enorme bewondering voor zijn bijdrage tot mijn opleiding. Jawel, maar ook daar af en toe flinke ruzie. Ja, maar dat moet kunnen. Mm-hmm. Dat moet kunnen, ook met Jaap Kruithof. Dus ik heb zoveel aan hem te danken. Maar je moet van mening kunnen verschillen trouwens. Dat had hij mij geleerd. U komt constant terug op het thema van de vreedheid van die oorlog, van de onnodige slachtoffers die er vallen. Ja, nu, de man waartegen de oorlog wordt gevoerd, is niet bepaald een lievertje. Is niet gekend om een bijzonder groot respect voor menselijk leven. Ik was tegen hem toen al deze westerlingen voor hem waren in de oorlog tegen Iran. Wat een komische situatie. Mm-hmm. Waarom zou ik nu ineens tegen deze persoon zijn? Ik weet ook wel dat het een monster is. Ja? Ik weet ook maar dat hoe stopt u dat monster dan? Zegt u altijd... Zoals mijn collega hier, door onderhandelingen. Diplomatieke onderhandelingen en niks anders. En dat gaat perfect. Ik zou graag een precisering hebben. Hoe lang hadden die onderhandelingen mogen of moeten duren? En hoe lang had dat eventueel dat embargo mogen of moeten duren? Ik zou ook willen vragen... Ben je voorstander van het embargo? Nee, tegen. Ja, tegen het embargo. Tegen. Dus alleen onderhandelingen. Ja. Hoe lang hadden die moeten duren? 20 jaar, 30 jaar of 50 jaar? Nee, in deze onderhandelingen zit ook de prijs van de olie. U kent de voorwaarden van... Kruithof was natuurlijk een heel ander type professor dan u was. Ja. Kruithof stond, net als Etienne Vermeers, vandaag nog altijd Etienne Vermeers, in het hart van het publieke debat. Ja. U hebben we zelden... in de mainstream media gezien. Ja. Was dat brute pech of was dat een keuze? Ik denk dat dat een intuïtieve keuze geworden... die een intuïtieve keuze was die uiteindelijk dan een uitdrukkelijke keuze was. Of deugde u gewoon niet voor de media? Dat kan ook. Media? Nee, dat kan ook. Wat Jaap mij verweet, namelijk je bent grijs, je nuanceert te veel... dat is niet goed voor de media... Want je moet, uiteindelijk moet je op 3 seconden kunnen zeggen wat je standpunt is. Dus daar ben ik niet voor gemaakt. Daarvoor zoek ik te veel naar nuance. Of zoals Jaap het ooit eens zei, zet hem met een boekje in een hoekje. Lees eens eerst eventjes over de dingen. En begin het langs de verschillende kanten, langs de verschillende dimensies, perspectieven te bekijken. En dan ben je eigenlijk niet goed voor de media. Dat hangt er een beetje vanaf wat die media zijn. Maar ja, ik heb inderdaad wel een soort van kopschuwheid ontwikkeld... ten aanzien van die grote interventies in de media... à la Jaap Kruithof en à la Vermeers. Omdat ik enorme bêtises heb gezien van deze mensen. Een kwestie die vandaag nog altijd speelt en waar u ook een aantal keren over gebotst bent met onder meer Kruithof, is het vak niet-confessionele zedeleer op de middelbare school. Ja. Wat is uw positie vandaag daarover? Ik denk ongewijzigd. Ik denk ongewijzigd. En dat is heel eenvoudig. Want ook veel vrijzinnigen zeggen vandaag, je schaft dat af. Precies, precies. Men moet ook wel eventjes altijd informeren naar hun background. Want ik kom natuurlijk uit een niet-confessionele familie. Toen ik in Gent ging studeren, dan dacht ik vanuit mijn naïviteit... Ik had het stedelijk onderwijs Antwerpen gedaan, Koninklijk Atheneum Antwerpen. Dus dat was een bepaalde richting. Toen ik in Gent aankwam, dacht ik... Oh, de wereld bestaat uit 50% katholieken en 50% niet-katholieken, niet-confessionelen.
Dat heeft niet lang geduurd om te beseffen dat dat niet de verhouding was. En dat ik behoorde, de werkelijkheid, nee. Dat ik behoorde tot een minderheid. Dat was voor het eerst dat ik dus kon inzicht krijgen in hoe dat het moet zijn tot een minderheid te behoren. Ik verwet er mijn hoofd op dat diegenen die de niet-confessionele moraal blijven verdedigen zoals het nu is, met een aantal argumenten die nieuw zijn, dat die doorgaans nog een niet-confessionele achtergrond hebben. Terwijl de anderen, die komen uit andere groepen. En die zijn nu niet-confessioneel, maar ze hebben toch een andere opleiding gehad. Ik denk aan collega's in Gent die nu fervente voorstander zijn van een algemeen wereldbeschouwelijk vak. Patrick Lodewijk, om hem niet te noemen. Ja, maar ook de huidige decaan, Freddy Mortier. Dus ik ben daar ook voorstander van een breed wereldbeschouwelijk vak, op voorwaarde dat dat integraal in het totale onderwijs in België, in Vlaanderen, wordt toegepast. Maar dat kan niet, want we spreken dan altijd over een heel klein segment, namelijk over het gemeenschapsonderwijs. En in het gemeenschapsonderwijs moet dan de toegeving worden gedaan. Daar mag niet meer een vertolking aan bod komen van een niet-confessionele standpunt op wereld en mens. Maar als morgen het vrij onderwijs zegt, ja, kom aan, we gaan het eens allemaal anders doen. En we gaan inderdaad die pluralistische school maken waar dan wereldbeschouwelijk onderricht vanuit die verschillende gemeenten, want die hele wereld is veranderd. We hebben niet alleen moslims, we hebben zoveel verschillende talen. We hebben zoveel verschillende culturen waar we nu mee geconfronteerd worden. Het moet toch fantastisch zijn om zoiets te doen. Een volledig overzicht van wereldbeschouwing. Je zult nooit tot een volledig kunnen komen. Maar om mensen daarmee in contact te brengen. En dat vind ik fantastisch. In de niet-confessionele zedeleer heb je die confrontatie al. Van verschillende religies, verschillende normen, systemen. Dat maakte het deel uit van het programma. En dan zegt men, ja, dat gaan we afschaffen, want we gaan het veralgemeen. Maar je kunt het niet veralgemenen, want er is tenminste het net dat 70% en meer van de leerlingen naar zich toetrekt. Ja, daar zal het niet gebeuren, want daar blijft natuurlijk de... Dus uw standpunt is eigenlijk gelijk oversteken en anders niet. Wat bedoel je dan met gelijk oversteken? Dan moet het vrij onderwijs meedoen. Ja, en dan vind ik het, perfect. Dan vind ik het schitterend. Nu vraag ik mij ook af, met wat je nu aan kerkbezoek hebt, als je die cijfers leest, dat is hallucinant. Als je leest hoeveel mensen praktiserend zijn, waar steunt dan dat katholiek onderwijs uiteindelijk nog op? Sociologisch katholiek heet dat dan. Ja, sociologisch katholiek. Ik maak jaarlijks een aantal missen mee. Mijn echtgenote is katholiek en zij is Hongaarse. Dus wij leven hier heel verdraagzaam samen. Mm-hmm. Een gemengd huwelijk, als het ware. Dat is een gemengd huwelijk, ja. De kinderen krijgen keuzevrijheid in de toekomst. Want nu vind ik dat ze te jong zijn, maar zij worden ook wel geconfronteerd met. Reeds voor mijn relatie met haar had ik de gewoonte genomen om de missen, de grote missen bij te wonen in Sint-Pauluskerk, hier in Antwerpen. Waarom? Omdat het concertmissen zijn. Omdat van op het doxaal wordt Haydn of Mozart of Schubert, recent was het Auguste de Boek, uitgevoerd. En als het Mozart en Haydn is, dan zit die kerk afgeladen vol. Afgeladen vol. Maar niet op andere dagen.
U bent vrijmetselaar en u maakt daar geen geheim van. Dat is nog altijd uitzonderlijk. Ja, maar u moet het kunnen. En dat was in de traditie dan van de apostel. Apostel was voorstander van een openbaarheid. En ik vind dat hij gelijk heeft, want wat is er nou fout met dat je een wereldbeschouwelijke positie inneemt? De vrijmetselarij, zoals ik ze beschouw, dat is niet zomaar een gezelligheidsclub. Dat is voor een aantal wel zo. Maar de vrijmetselarij is een wereldbeschouwelijke beweging die, zoals in de religieuze bewegingen, een duiding geeft aan mens en wereld. Of zoals het ook soms wordt samengevat, is een system of morality. Hoe kun je leven op een bewuste, empathische wijze, waarbij je de idee van broederlijkheid onder de mensen in jezelf en ook naar buiten cultiveert. Is dit iets wat je moet beveiligen tegen de buitenwereld, of mag je daarmee in de openbaarheid komen? Daar volgde ik dus in elk geval Leo Apostel, dat die zei, wat is daar nou schandelijk aan? Wat is daar nou verkeerd aan? Waarom zouden wij dat niet uitdragen? Dit kan natuurlijk niet in zijn algemeenheid toegepast worden voor deze mensen die in katholieke instellingen werken, die om persoonlijke redenen, familiaal, het liever toch geheim houden. Dus moet je de twee posities kunnen innemen. In uw boek heeft u snoeiharde kritiek op de vrijmetselarij. Citaatje. En u moet niet zeggen dat u het niet geschreven heeft. De tempels lopen leeg zoals de kerken. De vrijmetselarij is mijns inziens in vrije val. Loges zijn in het beste geval nog gezelligheidsclubs. De rituele arbeid is of sleur of grappenmakerij. De werkplaatsen voor meer dan 50% roddelkramen en praatbarakken. Mijn vraag is dan, wat doet u daar nog? Hard, ja, omdat je de illusie koestert en de hoop hebt. De illusie koestert dat het anders kan. En de hoop hebt dat je het toch door een bijdrage in een andere richting kunt sturen. Is wat eenzijdig. Want, is het zo erg, dokter? Ja, het is, op een aantal punten is het erg. En ben ik ook vaak ontgoocheld. Maar aan de andere kant, wat wel blijft, is een soort van een broederlijkheid in de kleine zin van het woord. Hè. De broederlijkheid als een wereldbeschouwelijk thema. Dat is de vermenselijking van de mensheid. Dat is natuurlijk hoog gegrepen. Wat wel lukt, is dat mensen op een heel joviale manier met elkaar kunnen omgaan. Dat is niet de essentie. Dus je hebt de illusie en ook de hoop. En die wordt vaak ook wel bevestigd, hoor. Dus dat het anders kan. Dat je plots participeert aan een intellectuele bijdrage, aan een zingeving, zou ik dat dan noemen, van een lid van de gemeenschap, die een visie geeft over een onderwerp waarbij je zegt, daar heb ik heel veel aan geleerd. En dit kadert toch breed in wat ik dan dus precies die masonieke wereldbeschouwing, die historisch gegroeid is en waar je een aantal dingen kunt over zeggen. Die je vertolkt vindt, onder meer in die Zauberflöte, maar op een heel bijzondere manier. Of die je vertolkt vindt in belangrijke stukken van het werk van Goethe. Dat kun je niet wegnemen. Je blijft die illusie koesteren dat er toch weer een Goethe zou mogelijk zijn. De hoop dat er toch weer een componist zou zijn die, zoals Mozart, een bijdrage levert. Hè? Dus die het vertolkt op zijn manier. Maar de dreiging blijft met de harde uitspraak die u citeert mij. Hè. U bent ongenadig met zulke citaat natuurlijk. Ze gaan mij dat kwalijk nemen. Nu gaan ze dat weten, dat ik dat geschreven heb. Want lezen doen ze ook zo weinig. Mensen lezen nog zo weinig. Hè. En het is wat eenzijdig. Er is ook wel die andere kant. Maar het gevaar dreigt. Straks krijgen we nog ruzie in de tent. Dat is er al. Hè? Die ruzie is er al. Die is voortdurend. Hè? Nee, er zijn zeer diepe meningsverschillen. En dan loopt dat altijd uit op... wij zijn toch zo keurig ritueel bezig. En dat is dat extreem wat ik heb willen schetsen. Hè? Dus aan de ene kant krijg je dan van die mensen die ritueel... Hoe moet ik dat zeggen? Zo geaxeerd zijn op, wij voeren dat keurig uit, maar zonder dat daar nog een zin bij hoort. Dan heb je de anderen die dat dan ridiculiseren. Het is tussenin.
Twee jaar geleden werkte u mee aan een boek over de islam. De titel van dat boek, De Islam, kritische essays over een politieke religie. Daar kun je twee vragen bij stellen. De islam, bestaat het als dusdanig? En B, is dat een politieke religie? Geen van beide lijkt me voor de hand te liggen. Nee, en ik ben het met u eens. De islam bestaat natuurlijk niet. Zij dat nogal wat mensen die... lieden die op bepaalde aspecten van de islamgodsdienst kritieken kunnen uitoefenen en willen uitoefenen, altijd om de oren slaan met de islam is niet wat u zegt. Wat een contradictie is. Maar goed, dit even terzijde. Het is ook niet alleen maar een politieke religie. Zij het dat belangrijke stemmen uit onze Europese, West-Europese cultuurgeschiedenis, en niet van de minste, namelijk Henri Piren met zijn Mohammed Charlemagne, en Max Weber in zijn religionssociologie, onomwonden zeggen dat de islam een politieke religie is. Dat het eigenlijk de religie is, een godsdienst is, ter verovering van de wereld. Nu, voor een deel zal dat ook wel bij bepaalde moslims, bij bepaalde groepen moet ik zeggen van moslims, het geval zijn. Niettemin neem ik ook aan dat er bij een heel belangrijk deel van moslims iets helemaal anders leeft. Dat het hem gaat om een soort beleving van wat is jeugd, wat is jongeren zijn, wat is oud worden, wat is ziekte enzovoorts. Dus de alle thema's die telkens weer terugkomen wanneer mensen... Aan zingeving van wereld en mens doen. Hè? Dus dat is iets dan algemeen. Of dat je daar dan van kunt zeggen, dit is politiek, ja, dat neem ik niet aan. Hè? Dus dat zou een overdrijving zijn. Verwacht u dat de moskeeën leeglopen? Dat de islam kan seculariseren? Er zijn twee vragen. De moskeeën leeglopen, voorlopig verwacht ik dat niet, omdat natuurlijk er een reactie is vanuit gemeenschappen van mensen die een andere afkomst hebben. Men zegt dan allochtoon, niet-Belgen of niet-Duitsers. Er een verdedigingsreflex is van wij gaan onze identiteit uitdrukkelijk willen beleven. En dit leidt natuurlijk tot mobilisatie. Dat leidt ertoe dat mensen natuurlijk naar de moskee gaan. Mag ik een voorbeeld geven? Hier om de hoek was vroeger een Marokkaanse slager. Een beenhouwer, zegt men dan in Zuid-Nederland. Een slager. En ik ging daar ook vaak om brood te kopen. Want het vlees vond ik... het halal vlees vind ik niet u zo koopt lekker. Koopt brood bij de slager, ja. Maar het was een typische Marokkaanse slager die natuurlijk ook brood verkocht en tomaten enzovoorts enzovoorts. En dan is hij plots gestopt. Zijn zoon neemt de zaak over, moderniseert ook, begint op een moderne manier ook het vlees te snijden enzovoorts. En ik vroeg dan aan de zoon, hij is nog altijd een overbuur van me, wat doet vader nu? Want hij is gestopt met de zaak, hij heeft het overgegeven aan jou. En hij zei, joh, wat doen die mannen? Letterlijk antwoord, hè? Wat doen die mannen? Dat zit 5 keer per dag te bidden. En dan gaan ze nog eens elke dag naar de moskee. Zeg maar, en dan, ja, dat is het ongeveer. Nou, dit antwoord was toch karakteristiek. Ondertussen is de zoon ook gehuwd met een vrouw die uit Marokko is gekomen. En die de hoofddoek draagt. Ze hebben een kindje en wij hebben... aangename gesprekken op straat over het kindje dat ondertussen aan het opgroeien is. Maar dit antwoord is toch zo overduidelijk. Hoe zou je nu kunnen ontkomen aan de moderniseringsinvloed? Hoe zou je nu kunnen ontkomen aan de secularisering? Ik mocht dus uit dat antwoord opmaken dat de zoon, die dus uiteindelijk toch wel een moslim zal gebleven zijn, dat hij dus geen 5 keer bidt wat voorgeschreven is. Je moet 5 keer bidden. En naar de moskee gaan, dat moet je ook doen. Dus hij doet dat dan wellicht niet meer, want anders kun je die opmerking niet over je vader maken.
Dus in die zin ben ik toch in de long run redelijk optimist. Maar het blijft natuurlijk een beetje wikken en wegen, ook binnenin die gemeenschappen. Denkweg en terugblik, dat is de ondertitel van het boek waar we nu al de hele tijd over praten. Wat is het resultaat van zo'n denkweg op het einde? Om met Piet Huizentruid te spreken, die u vast niet kent. Jawel. Wat heeft u dat geleerd? Een denkweg en terugblik heeft mij geleerd dat zonder dat je dat bewust hebt gepland, zonder dat je dat vooraf kon weten, dat als je een intellectuele eerlijkheid nastreeft, of ik erin geslaagd ben, is iets anders. Dat is aan de anderen om dat te beoordelen. Maar wanneer je het nastreeft, dat je kunt zien dat er een lijn loopt door je denken. Een stippellijn. Kronkelende stippellijn dan. Mm-hmm. Maar dat er een stramien terug te vinden is. Dat je dus op... Ja, of op een thema of op een motief zit dat telkens weer terugkeert. Daarom ben ik blij dat het boek, en dat is ook eerder toevallig, dat ik begonnen ben, het heeft geen chronologische volgorde, de selectie van de bijdragen, de artikels van mijn hand, maar dat ik begonnen ben met een artikel over het socialisme en dat uit 1980 dateert. Dat is dus 32 jaar geleden. En ik heb het onlangs nog herlezen en dacht ik, ja, dat is raar, want ik zou dat nu nog zo schrijven. Hoe komt dat nou? Want ik had dus toen al een gevoeligheid, een reactie tegen dat totaaldenken. Van, we kunnen het allemaal op voorhand weten en dan gaan we daar ook naartoe. Wat dan geleerd self-fulfilling prophecy werd genoemd. Wat is dat nou voor klinkklare onzin? De wereld is te open om te zeggen, ik weet... Dat was mijn reactie ook politiek, dat ik het op de duur beu was van te horen. Van morgen staat de revolutie weer voor de deur. En dan moeten jullie allemaal klaarstaan als boyscouts van de revolutie om dus de grote omwenteling te gaan realiseren. De schone klare dag is aangebroken. Ja, dat is natuurlijk niet zo. Ik vind dat vind ik wel... Ja, dat is het resultaat, de denkweg in terugblik. En dan blijkt het ook, de denkweg is niet afgesloten. Als je terugblikt, dan zie je dus een stramien, een pad dat je gevormd hebt als stappend. Niet omdat er een Michelin-kaart was die je kon volgen. Dat die was er niet. Niet omdat er een voorhoede was die je kon volgen. Inspirerende personen uit je leven, zoals Kruithof of zoals in mijn geval Ernst Bloch of Vladimir Jankelevitsch of anderen... Nee, die kon je ook niet zomaar volgen. Je kon niet zeggen, ah, de meester heeft gezegd en dan ga ik dat pad. Nee, het pad vormt zich door te gaan. En het pad is dus niet voltooid, want ja, ik hoop dat het nog een tijdje duurt, maar het dat wezen, zal ooit afgesloten worden. Het wezen van de reis is de reis zelf. Ja, precies. Maar bent u een doemdenker of nee, bent u een optimist? Nee, ik zou dan inderdaad zeggen, ik blijf een optimist. Onder invloed van belangrijke leermeesters die ik autodidact heb ontdekt en die mij beïnvloed hebben, zoals Bloch, zoals Ernst Bloch dan, en zoals Erich Fromm, zoals Vladimir Jankelevitsch. Optimism is a moral duty. Ja, en dat is ook voor mij de essentie van the system of morality, zoals je dat kunt terugvinden in een ideale vrijmetselarij. Namelijk dat je optimist blijft, want anders ga je er niet meer aan participeren. Je gelooft in de mens, je gelooft in de mogelijkheden van de mens.
Je zou kunnen zeggen, dit is ook heel christelijk. Je gelooft in de openheid van de ene mens tegenover de ander. Dat dit de wereld is waar je zou willen inleven en dat dit ook voor een groot deel de wereld is waarin je leeft. Ik zou bijna zeggen, op hoop van zegen. Meneer Kommers, dank u zeer. Hartelijk. Van het boek Jeugd die niet voorbij gaat geven we 10 exemplaren weg aan al wie ons schrijft of mailt op dit adres. Köszönöm szépen. 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 Köszönöm szép